بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Welkom bij deze nieuwe les van het Tajweed. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We zijn begonnen de vorige keer met al-idgamu wa aqsamuhu. We hebben hiervoor ook de sifatul huruf helemaal afgerond. Ook de extra sifat, de extra eigenschappen. De eigenschappen die veranderen afhankelijk van het woord en de letter en de zin enzovoort. We hebben allemaal af. En we hebben een begin gemaakt aan al-idgamu wa aqsamuhu. Al-idgam bedoelen we hier de algemene idgam. Dus wij kennen natuurlijk idgam nun sakin wa tanwin. Ja, die van nun sakin wa tanwin hebben we al gehad, hebben we vaak over gesproken. Maar dat wat we toen hebben gehad is maar een onderdeel van deze grote idgam. Dit is een algemene idgam. Ja, dat heeft te maken met alle letters in de Koran. We gaan kijken bij welke van deze letters dit van toepassing is. En al-idgam is onder te verdelen in twee soorten. Al-idgam al-kabir en al-idgam al-saghir. Al-idgam al-kabir betekent... wat is idgam eigenlijk in het algemeen? Idgam is dat je twee letters versmelt in elkaar. Of de ene letter verdwijnt in de andere. Dat noem je idgam. Dus van twee letters blijft er maar eentje over. Dat is idgam. Al-idgam al-kabir is wanneer beide letters een haraka hebben. Fetha, dhamma of kasra. En je doet ze dan idgam naar één letter. Dat noemen we idgam al-kabir. Al-idgam al-saghir, dat is de idgam die altijd voorkomt in de Koran. En dat is dat de eerste letter een sukoon heeft en de tweede letter een haraka heeft. Noon sakina, eerst heeft een sukoon. Die noon heeft een sukoon. Tanween, die laatste noon klank, heeft een sukoon. Dat is de idgam al-saghir. En die idgam komt veel voor in de Koran. Maar al-idgam al-kabir hebben we maar een klein aantal voorbeelden gehad. En dat was alles in de Koran. Je had twee, drie, vier soorten idgam al-kabir in de Koran. Maar die merk je nooit. Waarom merk je die niet? Kijk maar naar de voorbeelden in de ayahs die we de vorige keer al hebben behandeld. Ma laka la ta'manna. En ma makkanni. En ta'muruni. En atuhajuni. En dan denk je allemaal, ja, maar waar is hier idgam? Ik zie geen twee letters die verdwijnen in één. Dat klopt, dat zie je niet, omdat er maar één letter staat. Die andere letter is weggelaten, is niet opgeschreven. Het is eigenlijk een dubbele noon, waarvan maar één noon blijft. Dat noemen we idgam al-kabir. En daar hoef je dus niet heel veel hoofdpijn over te krijgen. Het is gewoon lezen zoals het er staat. Behalve natuurlijk bij het allereerste voorbeeld, malaka la ta'manna, daar staat een klein ruitje tussen de mim en de noon. Ik weet niet of je dat kan zien. Dat betekent dat je daar een extra handeling doet met je mond. Ishmam noemen we dat. En dat is dat je zegt, ta'manna. Je maakt een noon met een damme alleen met je mond, zonder te horen. Je hoort het niet, je ziet het alleen. En dat noemen we ishmam. En dat gebeurt alleen bij die plek, bij die ayah, in Surah Yusuf en nergens anders in de Koran. En dat herken je aan dat kleine ruitje tussen de mim en de noon staat. Dat noemen we al-ishmam. Oké. Dus is dat duidelijk qua als kleine herhaling? Al-idgam al-kabir en al-idgam al-saghir. Idgam al-kabir is versmelting van twee letters waarvan ze beide een haraka hebben. Dat gebeurt maar in vier plekken in de Koran. En dat merk je niet. En idgam moeten ze dezelfde haraka hebben, toch? Sorry? Moeten ze allebei dezelfde haraka hebben, of kan het ook? Nee, want deze voorbeelden hier van idgam al-kabir. Malaka la ta'manna. Het is oorspronkelijk ta'manuna. Ta'manuna. Die nuna wordt één na met een shadda. Ta'manna. In plaats van ta'manuna. Snap je? Ja. En ook in het volgende voorbeeld hier zie je. Ma makkanni is eigenlijk. Makkanani. Makkanani. Die nani wordt ni. Één noon. Met een shadda. Ta'muruni zelfde. Ta'muruni wordt. Was. Ta'murunani. Fatha kasra. Ta'murunani. Die, normaal gesproken doe je geen idgam. Maar als je het wel doet, zoals nu, dan noemen we dat idgam al-kabir. Maar zoals ik al zei, komt niet vaak voor in de Koran, op vier plekken maar. En je merkt het niet, omdat er maar één letter geschreven staat. Dus dit is alleen maar voor de taalkundigen, die weten, die herkennen, oh wacht, dit woord is oorspronkelijk niet zo. Maar je spreekt het wel zo uit in de Koran. Dat herkennen de taalkundigen. Ja, dus dat is alleen voor de theorie. Dan weet je dat.
En het idgham, hebben we gezegd, bestaat uit kabir en sagir. En heeft ook een andere onderverdeling. Bij de sagir dan. Idgham mutamathil. Zoals je, wat je hier kan zien, wat ik vorige keer heb opgeschreven, 1, 2 en 3 in het rood. Idgham mutamathil, mutajanis, mutaqarib. Wat betekent dat? Dat betekent, want dat, daar gaan we over praten vandaag. Idgham mutamathil. Mutamathil betekent precies twee precies dezelfde letters die idgham krijgen. Ja, is dat duidelijk? Twee dezelfde letters. Dat is nummer 1. Mutajanis, nummer 2, betekent de twee letters hebben dezelfde magraj. We hebben al eerder gesproken over magraj, uitgang van de letters. Van de keel, of van de tong, of van de lippen, of waar uit je mond, zeg maar. Dezelfde magraj, maar een andere eigenschap. Dat noemen we mutajanis. Dus ze zijn van dezelfde soort, maar niet dezelfde letter. Zoals bijvoorbeeld de te en de de. De te en de de. Ze komen van dezelfde magraj, maar ze hebben een andere eigenschap, waardoor het een andere letter wordt. Dus ze zijn in de buurt. En de laatste is mutaqarib. Mutaqarib betekent, deze twee letters zijn in de buurt van elkaar wat betreft magraj. Ze zijn niet dezelfde letter, niet dezelfde eigenschap en ook niet dezelfde magraj. Ja, dit noemen we, maar ze zijn wel in de buurt van elkaar. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Voorkant van de tong en de midden van de tong. Is in de buurt. Snap je? Dat bedoel ik. Ik bedoel niet een letter die je met de lippen uitspreekt samen met de letter die je uit de keel uitspreekt. Dat is gewoon heel ver uit elkaar. Begrijp je wat ik bedoel? Dus mutamathil, precies dezelfde letters die idgham krijgen. Mutajanis, dezelfde magraj, maar niet dezelfde eigenschap. En mutaqarib, zeg maar de magraj en de sifa en de eigenschap zijn in de buurt van elkaar. En niet hetzelfde. Dat zijn niveaus van idgham. De eerste is sterkst, de tweede is gemiddeld en de derde is vers, dan zijn de letters het verst uit elkaar. Aan de hand van idgham, heel duidelijk. Wat zei je? Groot idgham en idgham is sigaar en idgham is kabier, toch? Allebei hoort hierbij, toch? In het geval wat wij gaan bespreken, is alleen, heeft het te maken nu alleen met sagir. Want in de voorbeelden van al-kabir is allemaal mutamathil, precies dezelfde letters. Snap je? In het voorbeeld van idgham al-kabir hier, de vier voorbeelden, zijn allemaal twee noen. Dat was het. Ja? Ja. Dat zegt ook de schrijver hier, laatste zin. Voor Hafs heb je geen idgham al-kabir wat betreft mutajanis en mutaqarib. Heb je niet. Je hebt alleen idgham al-kabir met precies dezelfde letters en dat waren alleen deze voorbeelden. Maar nogmaals, daar hoef je jezelf niet heel druk over te maken. Het is niet, het zijn niet veel voorbeelden in de Koran. Hoef niet veel over na te denken. Het is gewoon lezen zoals het er staat. Dat was het. Wat betreft el kabir. Wat betreft de sagir heb je wel deze drie categorieën. En die gaan we nu behandelen aan de hand van voorbeelden. En dat wordt dan heel makkelijk, inshallah. En je komt het altijd tegen in de Koran. Misschien heb je er gewoon niet bij stilgestaan. Maar het staat er gewoon. Kijk maar. Zou je willen lezen vanaf al-idghamu al-sagir? قال الشيخ رحمه الله الإدغام الصغير بأنواعه الثلاثة المتماثل والمتجانس والمتقارب. Yes. Nu gaan we dus الإدغام الصغير bekijken met de drie vormen, de drie categorieën. Ja, lees maar. Eerst المتماثل هو اتحاد الحرفين مخرجا وصف Wasifatun. Ja, wat betekent dat? Al-mutamathil, dat betekent dat de twee letters zowel in magraj uitspraak als in sifa hetzelfde zijn. En wat betekent dat? Als jij een letter hebt, twee letters, met dezelfde magraj en dezelfde eigenschap, dat is gewoon precies dezelfde letter. Snap je? Als je dezelfde magraj en dezelfde eigenschap hebt, heb je exact dezelfde letters. En nogmaals, wat was idgham al-saghir ook alweer? Weet je dat nog? De eerste letter sukoon heeft en de tweede letter harf. Juist, de eerste letter heeft sukoon, de tweede heeft een harf. Kijk maar naar de mutamathil, dus precies dezelfde letters. Lees het voorbeeld. Fama rabihat tijaratuhum. Kijk eens naar, dit is in Surat al-Baqara, in de tweede bladzijde van de sura al. Wat staat hier? Fama rabihat tijaratuhum. De eerste, waar zit hier idgham eigenlijk? Bij welke letters? Rabihat dan tijara. Ja, dus bij de te. Je ziet dus twee keer een te, en dat is mutamathil, precies dezelfde letter.
De eerste heeft een sukoon, rabihat. En de volgende heeft een haraka, tijaratuhum. Hoe spreek je dit uit? Spreek je beide letters los uit? Antwoord is nee. Je zegt niet rabihat tijaratuhum. Nee. Je spreekt het uit als één letter. En dit noemen we idgham sagheer. Dit lijkt op een noon sakina, idgham van noon sakina. Alleen heeft niets te maken met de noon. Dit is gewoon vanzelfsprekend. Fama rabihat tijaratuhum. Je spreekt het uit als één te met een shadda. En daarom staat ook een shadda op de tweede te. Duidelijk? Ja, precies dezelfde regels als de noon, toch? Noon. Ja, ja. Alleen in dit geval is het dus precies dezelfde letters. Hè? Dus bij noon sakina had je zes letters waarin je idgham doet. En hier, deze te, wordt idgham gemaakt in de volgende te. Ja? Kijk maar naar het volgende voorbeeld. Tala'at tazawaru. Juist. Dit is in Suratul Kahf. Tala'at tazawaru. Tala'at tazawaru. Eén te met een shadda. Zo spreek je het uit. Er zijn twee te's. De eerste heeft een sukoon. De tweede heeft een haraka. Maar je spreekt uit als één te. Volgende mutamathil, andere letters. Waqad dakhalu. Juist. Je ziet weer hetzelfde. Twee dal. Maar je spreekt het uit als één dal met een shadda. Qad dakhalu. Je spreekt niet uit met twee dal. Je zegt niet qad dakhalu. Dat is fout. Qad dakhalu. Volgende. Idh dhahaba. Eén dal. Met een shadda. Ook al staan er twee. Maar de eerste heeft een sukoon, dus die valt weg, als het ware. Volgende. Yudrikum. Juist. En dit is in één woord, subhanallah. In hetzelfde woord. Twee keer een kef, maar waarom lees je die eerste kef niet? Weet je dat? Omdat sukoon heeft. En juist, de tweede... het heeft een sukoon. Heel goed. Het heeft een sukoon. En de volgende is ook een kef, dus je spreekt uit als één kef. Yudrikumul maut. Ja, yudrikum. Volgende. قُلْ لَا أَقُولْ. Juist. En hier is de idgham in welke letters? قُلْ أَنَا لَا. Bij de lam. De eerste lam heeft een sukoon, tweede lam heeft een haraka. Je spreekt uit als één lam. Nu heb ik een vraag. Misschien zou iemand, een lezer van de Koran, of iemand die ons volgt, die zou denken van, maar wacht eens. Hoe kan ik dit herkennen in de Koran? Ik kijk naar die voorbeelden, maar ik zie geen symbool dat aangeeft dat ik hier idgham moet doen. Heb jij daar antwoord op? Ik denk door de shadda bij de tweede letter. Ja, dat is één. Want in het Arabisch bestaat er geen shadda aan het begin van een woord. Kan niet. Shadda aan het begin van een woord in het Arabisch is altijd fout. Maar als dat er staat in de Koran, dat betekent dat daar een reden voor is. Dat is één. Maar ook iets anders. Doordat de eerste lam niks op zit, dan weet je dat er een regel is. Heel goed. Bij de eerste letters van al deze voorbeelden, de eerste letter van idgham dus, waarbij de twee letters bij elkaar komen, daar staat geen sukoon op, staat niks op. Terwijl wij de hele tijd zeggen sukoon, sukoon, sukoon. Als je goed kijkt, staat er geen sukoon. Waarom staat er geen sukoon? Dat betekent, die letter moet weg, moet in de volgende letter geplaatst worden en je spreekt uit als één letter. Dus wanneer jij een letter tegenkomt in de Koran zonder symbool, dan weet je dat dat een sukoon is en dat je er iets mee moet doen. Waarschijnlijk idgham. Niet altijd, hè. Soms is het bijvoorbeeld bij Nun Sakina, heb je datzelfde geval, maar dat kan zijn, kan wat anders zijn. Dus als er niks op staat, betekent het heeft een sukoon en je moet er iets mee doen. Dat is wat je dan automatisch weet. Lees verder. Fala yusrif fil qatl. Ja, hier ook. De twee fa. Yusrif fil qatl. Dus je spreekt niet uit als twee keer een fa, maar als één fa. Volgende. Idhab bi kitabi. Ja, dat is volgende. Idrib bi asak. Ja, dit zijn twee voorbeelden van de ba. Idhab bi kitabi. Je zegt niet idhab bi kitabi. Dat is fout. Ook al heeft die eerste ba een sukoon, dan zou je zeggen, ja, dat moet eigenlijk een qalqala krijgen. Nee, geen qalqala hier, idgham. Idhab bi kitabi. En je moet wel die shadda bij die tweede ba doen. Idhab bi kitabi. En ook, idrib bi asak. Ja, volgende. Afaw wa qalu. Afaw wa qalu. Wat heeft die eerste wow? Heeft een sukoon. Een sukoon. Let daar goed op. Waarom? Want deze wauw, een vraag aan jou. Is deze wauw een normale wauw
Of een wauw met die, een verlenging. Geen verlenging, toch? Volgens mij. Geen verlenging. Normaal. Deze wauw is geen verlenging van een andere letter. Toch? Nee. Dus die sukoon is gewoon, zeg maar, een echte sukoon van die wauw. Toch? Hier is de idram van toepassing. Bij een normale wauw. Dan doe je wel idram. Maar we komen straks erbij. Straks komt de opmerking. Als die wauw of ja een verlenging is, dan doe je geen idram. Ook al komt er een andere wauw na. Duidelijk? Ja. Dus hier wel. Afaw wa qalu. Eén wauw met shadda. Afaw wa qalu. Ja? Maar straks gaan we zien dat je dat niet doet bij een verlenging. Volgend voorbeeld. قد جاءتكم موعظة من ربكم. Okay, dit hebben we al eerder gehad. ميم bij الميم. Dit is gewoon أحكام الميم الساكنة. Precies hetzelfde. Dus أحكام الميم الساكنة, wat we in het begin hebben gehad, valt onder الإدغام الصغير. Het is een categorie van الإدغام الصغير. En de volgende hebben we ook gehad, al heel vaak. En dat is? لن is gewoon نون. Ja, een نون bij نون. Ja, een نون bij نون. Is, want waarom meldt de schrijver dit? Dit is al-mutamathil. De idraam van Noon al-Sakina had 6 letters. Yarmaloon, toch? Eén van die 6 was een Noon. Dus als de Noon al-Sakina bij een andere Noon komt, doe je idraam. En dat is idraam al-Saghir al-mutamathil. Toch? Zelfde letters. Ja. Dus lees maar. Len. Len nasbira ala ta'amin wahid. Ja. Dus het gaat hier om len nasbira. Daar gaat het hier om. Len, eerste noen heeft een sukoon, tweede noen heeft een fetha. Len nasbira. En dat hebben we al gehad, dat is heel duidelijk. En het, in dit voorbeeld hebben we het niet over de laatste twee woorden. Ta'ami wahid. Ook al is daar wel idra. Waarom hebben we het niet daarover? Omdat dat nu, voor nu, dat is geen mutamathil. Wij praten nu over mutamathil. Twee dezelfde letters. Ta'ami wahid is idgham, maar niet al mutamathil. Daar praten we nu niet over. Begrijp je? Ja, is onder... Ja, dus die hebben we al lang gehad, al eerder gehad. Nu gaan we naar die uitzondering. Lees eens. Wala idgham. Wala idghamu fil wawi wal ya wal ya il mud maddi al maddiyain maddiyain bimathalihima amanu wa amilu s-salihat. Juist, kijk eens goed. Amanu wa amilu. Daar komen twee wauw, waarbij de eerste wauw geen haraka heeft, sukoon, maar het is met die. Amanu. Mag je hier dus idgham doen met de volgende wauw? Amanu wa amilu. Antwoord is nee. Die eerste wauw moet blijven. En dan zeg je, ja, maar wacht. Het zijn twee wauw. Hoe ga ik die laten... Ik kan die laten horen. Dat doe je door die eerste wauw twee tellen te maken. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. En niet amanu wa amilu. Als je dat doet, dan heb je het idgham gedaan. Dan heb je die eerste wauw weggehaald. En dat mag niet. Als je die amanu kort maakt en die tweede wauw een shadda geeft. En als je goed oplet, zie je ook geen shadda op wa van wa amilu. Tweede wauw. Daar zie je geen shadda op staan. Dus er is geen idgham hier. Amanu wa amilu. En volgende voorbeeld. Alladhi yuwaswisu. Ja, ook bij de ja geldt hetzelfde. Alladhi yuwaswisu. Eerste ja met die ja, sukoon. Volgende ja, een damme. Zou je dan kunnen zeggen, alladhi yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. Dus je doet een shadda op de tweede ja en de eerste haai weg. Antwoord is nee, dat mag niet. Dus wat moet je doen? De eerste ja twee tellen houden. En de tweede ja, normaal uitspreken zonder shadda. Dus je zegt, alladhi yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu. Is dat duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Oké, dus dat is belangrijk. Dit is een uitzondering. Dus deze twee dingen is heel belangrijk. Waarom is het belangrijk? Heel veel mensen maken hier fouten in. Ja, dat ze de wauw en ja met dia gewoon een idgham geven in, waardoor ze de med tekort maken. We hebben al gesproken over al-med wa aqsamuhu. De med tabi'i, die med tabi'i moet je gewoon doen. Als je die wauw weghaalt en dia weghaalt, heb je med doen tabi'i weggehaald. En dat mag niet. Ja? Oké, okay. Dit was al-idgham al-saghir al-mutamathil. Nu gaan we naar de volgende
فارسي، and that is المتجانس. ليس مال. وهو اتحاد الحرفين مخرجا وانختلافهما واختلافهما صفة، ويكون في الأحرف النطعية نطعية واللثوية والشفوية. اوكي المتجانس ده بتيكن سيلف ذا مخرج مار اندرا ايجنسخاب ان دات هيفت تو ماكن مت فيلكه ليترز نيت allemaal alleen met de letters die uit de puntje van je tong komen, de letters van de voortanden en de letters van de lippen. Dat zijn de letters van die dezelfde uitgangen hebben, maar andere eigenschappen. Nou, dan gaan we deze één voor één bekijken. Al-ahruf an-nat'iyya. Al-ahruf an-nat'iyya tudghamu at-ta'u fi at-ta'i wa bil-'aks. Fi at-ta'i. والطاء في الطاء بالعكس، والتاء في الدال وبالعكس. اوكي ده تيكنت يزيد نو ديت ساين نيت مير ديزيلفد ليترز. التاء دي سكون هيفت وورد ان ذا طاء geplaatst als die dat tegenkomt. En het ta dat een dal tegenkomt wordt ook idgham bij gedaan. En ook andersom. Dus de dal in de ta en de ta in de ta als dat andersom tegengekomen wordt. Ja? Dat zijn al-ahruf an-nat'iyya, dus die bij de puntje van je tong komen tegen je tandvlees aan. Binnenkant, ja. Volgende, al-ahruf sorry? Allemaal idgham al-saghir. Ja, dit is allemaal idgham al-saghir. Waarom? Dat betekent de eerste heeft een sukoon. Ja. Idgham al-kabir hebben we helemaal niet over, en dat bestaat allemaal niet in deze voorbeelden. Oké. Al-ahruf al-lathwiyya tudghamu al-tha'u في الذال والذال في الظاء. الثاء في الذال. أن يزيد أو تزيكم على باي باي فورتاند. والذال في الظاء. أوك سيلف ده. سيلف ده مخرج أندر إيجنسخاب. دات إست إيجنلي. دي كريغ إدغام. غان ستراكس نا فوربيلدن. ما إيرست الأحرف الشفوية. تدغام الباء في الميم. هيل غود. أن دي هابن وال إيردر غهاد. Dit is het enige wat van mutajanis is. Ja? Gaan we nu naar de voorbeelden. Een nat'iyya. Waddat ta'ifa. Juist. Moet je hier de ta uitspreken? Nee. Nee. Dit is mutajanis. Idgham al-saghir, mutajanis. Ta en ta. Zelfde makhraj. Andere eigenschap. De ta heeft een sukoon. Ta verdwijnt in de uitspraak. Je gaat gelijk van de da naar de ta. Waddat ta'ifatun. Dus die ta mag je niet horen. Volgend voorbeeld. Waqalat ta'ifa. Juist. Zie je? Helemaal geen ta. Je zegt niet waqalat ta'ifatun. Nee. Maar de ta verdwijnt. Volgende. Lahammat ta'ifa. Zelfde. Juist. Volgende. Fa'amanat ta'ifa. Zo zie je al, dat zijn al vijf voorbeelden, mashallah. Dus er zijn genoeg voorbeelden hiervan in de Koran. En ook andersom. Dus stel voor de ta was eerst en die heeft een sukoon. En daarna komt een ta, dan verdwijnt die ta ook. Lees maar. Eigenlijk met de shadda op de ta. La im basat ta. Ja? La imbasatta. Oké, ga door. Farrattum. Ahattu. Want er staat geen shadda. Ja, er staat geen shadda. Maar toch moet je dat doen. Oké, okay. Is het gewoon in de Koran ook zo? Of is het gewoon een fout? Allahu a'lam of dat hier een foutje is of niet. Dat moet ik controleren. Is goed. Farrattu. Ferrattu. Juist. Oké. Okay. Het staat hier niet bij, maar misschien komt het straks wel. Maar bij deze heb je wel een extra opmerking, zeg maar. En dat is dat de ta is zwaarder dan de ta. De ta is een zware letter. En de ta niet. Dus
er hoort hier eigenlijk een extra eigenschap te blijven. En dat is de eigenschap van de zwaarheid van de ta moet blijven. Terwijl die ta verdwijnt. Wat doe je dan? Wat je dan doet is, je begint in je uitspraak met een ta en je eindigt met een te. Dat is wat je hier eigenlijk doet. La im basel te. Begrijp je dat? Je begint met een ta, maar je hoort hem niet. En je eindigt met een te. Hoe doe je dat? Dat doe je door een ta met sukoon uit te spreken zonder qalqala. Ta met sukoon zonder qalqala. En je eindigt met een te. Volgende. Farratum. Ahattu. Ja? En farratu. Dus dat is wat je eigenlijk moet doen wanneer de ta eerder komt. En dat komt denk ik straks in het hoofdstuk. Ja? Maar voor de rest is het wel idgaam. Dat omgekeerd doe je... niet, hè? Nee, omgekeerd niet. Want dat doe je wanneer de zwaardere letter eerst is. In dit geval alleen bij de ta en te. Dan gaan we naar de te en del. De combinatie van te en de. Kijk maar. Gewoon alleen de del, hè? Ja. Ujibad da'watukuma. Juist. Hier spreek je de te ook niet uit. Volgende. Athqalat da'wa. En je merkt ook dat het makkelijker is. Deze dingen zijn makkelijk. Omdat de letters gewoon dicht bij elkaar zijn in uitspraak. Je merkt de te en de is gewoon makkelijk dat je ze samen leest. Snap je? En zo zie je dat het Arabisch. Dit is gewoon Arabische taal. Deze manier die gelezen wordt in de Koran. Is niet bijzonder voor de Arabieren die de Koran voor het eerst hoorden. Nee, voor hun was het normale spreektaal. Voor hen was dit normaal. En dat doen wij ook eigenlijk. Hè? Als jij bepaalde letters in jouw spreken tegenkomt die heel erg op elkaar lijken, dan ga je dat automatisch samennemen. Dat is automatisch. En de Koran is niet apart in wat dat betreft. De Koran is gewoon bilisanin arabiyyin mubin. Ja? Daarom ook athqalat da'aw. Omdat het makkelijk is. De ta en da zijn bijna hetzelfde. En ook andersom. Kijk maar. Lees maar. Andersom. Qad tabayyana. Ja, hier hou je niks over van de dal. Ja, gewoon taani. Ja, volgende. Aqadtum. Ja. En er is ook een ander voorbeeld. In suratul kafirun. Dat is een bekende surah voor iedereen. Wala ana aabidum ma aabadtum. Daar staat eigenlijk aabadtum. De te. Maar die del weg krijgt idgham in de te. Dan zeg je wala ana aabidum ma aabadtum. Geen del. Ook al staat hij er. En je mag kijken in die sura. En dan zie je een del zonder leesteken. Dus sukoon. En daarna een te met een shadda. Dus daar moet een idgham. En dat is idghamun mutajanis. Idghamun saghir. En dan gaan we naar de laatste categorie van nummer 2. En dat is ahruful lathawiyya. Sorry, de ene laatste. Ahruful lathawiyya. Dat is die uit de voortanden komen. Lees maar. Yalhadhalik. Atha wa dhal. Je ziet dat het makkelijk is om dat te doen. Ja. En andersom. Een andere. Dhal fi dha. Idhalamu. Idhalamu. Hier moet je dus niet. De en dha is hetzelfde. Alleen eentje is licht, eentje is zwaar. Dat is het enige verschil. Dus je mag hier die lichten niet laten horen. Gelijk il-walamu. Gelijk naar zwaar. En ook bij het tweede voorbeeld. Il-walamtum. Il-walamtum. Ja, je doet i en dan w, zwaar. Il-walamtum. Is het il-walamtum of il-walamtum? Dus de i. De i moet wel echt licht, toch? Ja, i. Il-walamtum. Ja? Oké. En de laatste, al-ahruf al-shafawiyya, lippen. Erkam ma'ana. Deze hebben we waarschijnlijk eerder gehad toen. En dit is de enige plek, en jij vroeg mij dat ook. Maar jij vroeg mij, als je ergens anders een ba en een mim tegenkomt, moet je dan ook idgham doen? Antwoord is nee, alleen op deze plek. Want dat is er niet ergens anders in de Koran. Erkam ma'ana. Een ba met sukoon. En daarna een meme heb je niet, behalve hier. Irkam ma'ana. Ja? Ja. Dus dat is
dit is allemaal van een mutajanis. Dus dezelfde makhraj, maar andere eigenschap. Dat hebben we af. Misschien denk je, ja, maar wacht, er zijn toch ook andere combinaties? De wel en wa kan toch ook andersom? En de tha en wel kan toch ook andersom? Ja, dat kan, maar dat is er niet in de Koran. Daarom is het niet genoemd. Ja, daarom zijn die voorbeelden zo weinig hier. Omdat de rest er niet is. Dit zijn de enige combinaties. En dan gaan we naar al-mutaqarib. Al-mutaqarib was dat de makhraj anders is en de eigenschap anders is, maar ze zijn wel in de buurt van elkaar. Ja? En dat is maar in één voorbeeld. Eén voorbeeld, ik bedoel, één combinatie van letters, twee letters, dat is de enige combinatie. Kijk maar. Wa qur rabbi. Ja, al-lam en al-ra. Lam en ra zijn niet van dezelfde makhraj, maar die makhraj is heel dicht bij elkaar. Het is allebei een puntje van je tong, maar allebei moet je een puntje van je tong anders zetten. Het is net iets andere makhraj. Waardoor ze mutaqarib zijn. En die krijgen idgham. De lam bij de ra. Sorry, en er zijn ook een aantal andere voorbeelden. Ik zei net dat is de enige, maar er zijn ook nog twee andere. Wat is de volgende? Alam nakhluqkum. De kaf en de kef. Ja, de kaf en de kef. Kaf en kef zijn dicht bij elkaar, bijna hetzelfde. Dus wat je doet is, idgham van de kaf en de kef als de eerste een sukoon heeft. Let op. Dus doe dit niet overal in de Koran waar je een kaf en kef tegenkomt. Nee. Alleen wanneer de eerste een sukoon heeft en de tweede niet, dan doe je idgham als sagir. In de lam en de ra. Dus qur rabbi altijd. Lam en ra. En kaf en kef ook. In dit geval. Alam nakhluqkum. Hier doe je hetzelfde als. Wat ik net zei bij de ta. Basalta. Ahattu. Je begint met een ta. Je eindigt met een ta. Hier doe je hetzelfde. Je begint met een kaf. Je eindigt met een kef. Nakhluqkum. Maar zonder qalqa. Maar dat komt straks nog. En de laatste. Deze ken je al. Dit is gewoon idgham noon sakin. Ja. En de volgende? Bifahishatim mubayyana. Mubayyana, ja. Deze kennen we ook. Ja, deze kennen we ook. En dit is dus mutaqarib. Waarom is dit mutaqarib? Omdat de noon de idgham krijgt in de andere letters, behalve de noon in Yarmaloon. Yarmaloon heeft 6 letters. Haal de noon ervan weg. Blijf er 5 over. Die 5, wat zijn die in vergelijking met de noon? Dat zijn in de buurt van de noon. Ze zijn niet bij de makhraj van de noon. Dus dat is mutaqarib. Ja? Dus min yawmihim, die idgham die we al eerder hebben gehad, dat noemen we idghamun naqis mutaqarib. Idghamun sagir mutaqarib. Ja? Bifahishatin mubayyina, idghamun sagir mutaqarib. Ja, het is dus, en dan kun je nog verder categoriseren, idgham, het tanween, en de andere idghamun noon sakina, enzovoort. Ja, waarom hebben wij in het begin hoofdstuk gehad van idghamun noon sakina en tanween? Waarom? Omdat dat heel veel voorkomt in de Koran. Er is gewoon een hele aparte hoofdstuk voor gemaakt. Terwijl het wel onderdeel is van een grotere paraplu van idgham, zoals we nu hebben gezien. Dan gaan we nu kijken naar, is dat duidelijk tot nu toe? Ja, dat is wel duidelijk. Dan gaan we nu kijken naar twee soorten idgham. Dat heet idghamun naqis en idghamun kamil. Idghamun naqis betekent idgham die niet compleet is. En idghamun kamil betekent volledige idgham. Ja? Gaan we kijken wat het verschil is. Lees maar. Idgham al-harfi fima ba'dahu dhatan la sifatu wa dhalika fi thalathati ahrufi hiya an-nun 'inda al-wawi aw al-ya. Okay. Betekent idgham al-naqis betekent idgham van de letter maar niet de eigenschap. Hoe kan dat? Nou, dat kan als volgt. En dat gebeurt bij noon, bij el waw en el ja. Dat was het. Wat betekent dat? In het eerste voorbeeld, noon bij el waw en el ja. Lees eens de voorbeelden, dan kunnen we dat beter begrijpen. Miwaq.
ومن يعمل اوكي ديت كان بقى ادغام النون الساكنه كان بقى مار فارم هي ديت اوك ادغام ناقص نيت فوليدغ ادغام omdat de noon wel verdwijnt maar er blijft iets achter en wat blijft er achter weet je dat de eigenschap en welke eigenschap blijft achter denk je van de noon dat weet ik niet precies nou denk eens even over na als je kijkt naar miwaq wat hebben wij gezegd bij het hoofdstuk van noon sakina wat tanwin wat hebben wij daarover gezegd wat voor idgham is dit of wat voor idgham ja idgham bi بغنة heel goed idgham bi gunna en die gunna waar komt die vandaan van de bij je neus toch juist waar komt die vandaan ik bedoel wat welke letter zorgt voor gunna oh de noon en de miem de noon juist en die noon is weg maar die gunna is gebleven begrijp je en ja, daarom van de noemen we dat noon daarom noemen we dat idghamun naqis deze idgham is niet volledig want de noon is wel weg maar het heeft nog sporen achtergelaten de sporen van die noon zijn is die gunna miwaq en daarom heet dit idghamun naqis zelfde met wa may ya'mal die gunna is achtergebleven van de noon volgende La imbasata. Dit is ook idghamun naqis. Waarom? De ta is weg, maar de eigenschap van al-itbaq is gebleven. Wat was die itbaq? Dat je begint met een ta, dus je slaat tegen je gehemelte aan en je gaat naar een ta. Bezel ta. Nou, dat noemen wij idghamun naqis. Want die ta is wel weg, maar de eigenschap van die ta is achtergebleven. Ja? En de laatste? En de la'im is daar ook een. Nee, dat is een klep, dat is geen idgham. Oh, oké. Ja? Ja, absoluut. Ben ik er nog? Ja, de volgende. Alam nechlukkum. Of nechlukkum. Juist, en hier ook idghamun naqis. Wat betekent dat? Je begint met een kaf en je eindigt met een kef. En die kaf hoor je eigenlijk niet. Het is alleen maar dat je de eigenschap van de kaf uitspreekt. Daarom noemen we dat naqis. Maar we hebben hier een tweede versie bij alleen dit woord. En dat is volledig idgham. Zonder dat je begint met een kaf. En lees maar, dat staat eronder. Waar? Gewoon de tekst? Ja, al-wajhu al-thani. Al-wajhu al-thani idghamuhu kamilan bikaf khalisatun فتقرأوا ألم نخلقكم zonder qaf ja dus het woordje alam nakhluqukum min ma'in mahin alam nakhluqukum in surat al-mursalat mag je op twee manieren lezen eentje met de eigenschap van de qaf en eentje helemaal zonder eigenschap van de qaf alleen maar met een kaf ja dat is beide versies zijn goed ja En dan deze specifiek, deze vers. Sorry, wat zei je? Deze vers specifiek heeft die uitnodiging. Ja, alleen dit woord specifiek. Niet bij bijvoorbeeld de ta, besat, te. Daar heb je geen twee versies. Het is gewoon één versie. En dat is met behoud van eigenschap van ta. Maar bij alam nakhluqukum mag je allebei doen. Ja, lees maar vers. Wa yulahidhu nutqu ta'i عند التاء وقاف عند الكاف دون قلقلة ويبدأ بالطاء ثم التاء وبالقاف ثم الكاف من دون فصل بين الحرفين في المثلين أو مثلين مثالين الأخيرين Juist. En dat is precies wat we zeiden. Als je begint bij ta en te, dan begin je met een ta en je eindigt met een te, zonder dat je de ta laat horen. Hetzelfde met de kaf en de kef. Precies wat we zeiden. Ja? Dat is hoe je de laatste ja. twee voorbeelden uitspreekt. En dat geldt ook voor de rest met de ta en te, die we hiervoor hebben gehad. Ja? En het laatste wat we gaan doen is el-idghamul kamil.
ليش ما؟ وإدغام الحرف فيما بعده ذاتا وصفة وأمثلته قد مرت كلها في أمثلة الإدغام. أوكي. الإدغام الكامل is volledig إدغام. Zowel letter als eigenschap verdwijnt. En er zijn geen voorbeelden. Waarom? Want deze voorbeelden zijn allemaal al geweest in de stukjes hiervoor. Dus el idgamu naqis was alleen wat wij net hebben behandeld, die laatste paar. En de rest was allemaal idgamu kamil. De ta in de ta en de ta in de dal en de wat was dat andere? Dal in de tha en sorry, tha in de dal en de tha in de dha. Dat is allemaal idgamu kamil. Behalve die nun sakina in waw en ya en de ta bij de ta en de kaf bij de kef. Dat is naqis. De rest is allemaal kamil. Kamil betekent volledig. En naqis betekent eigenschap blijft achter. Duidelijk? Ja, duidelijk. Dan heeft de schrijver, rahimahullah, voor ons een samenvatting gemaakt voor alle soorten idgham in de Koran. En dat is alleen maar deze paar regels. Ja? Al-Ghulasa. Alle soorten idgham. Ja, ja, dus alles wat wij hebben gehad nu, heeft hij samengevat. Al-Ghulasa betekent samenvatting. Ja? Lees maar. التاء تدغم في التاء والدال والطاء. Begrijp je dat? Dus trouwens, dit is allemaal idgham sagheer, hè? Allemaal idgham sagheer. Het ta doe je idgham bij een andere ta, een dal of een ta. Duidelijk? Ja, dus niet bij andere letters. Is, dal, ja, wat is dan met die eerste ta? Heeft een sukoon natuurlijk. En dan moet de volgende ta of dal of ta geen sukoon hebben. Ja? Dus de ta doe je in de Koran geen idgham bij een andere letter. Alleen bij de ta zelf en de dal en de ta. En dat is logisch, want deze drie zijn alle drie van dezelfde makhraj. Alle drie. Ta, da, ta. Alle drie dezelfde makhraj. Volgende. Wa en of ad dal. Ja. Wa ad dal yudghamu fi dal wa ta. Ja. Wat zie je hier? De dal krijgt idgham met een andere dal of een ta. En niet, er mist één letter hier. En niet de ta. Ja, bijvoorbeeld, ik geef maar even voorbeeld. Qade, het staat niet in de Koran, maar qade tala. Da en ta. Moet je dan idgham doen? Nee, want het staat hier niet. Snap je? Ja. En de volgende? Wa'et ta'i yudghamu fi ta. En de ta krijgt alleen idgham in de ta. De ta natuurlijk, met welke haraka? Sukoon gewoon. Sukoon, ja. Dus de eerste letter, sukoon. Dus atta, als die sukoon heeft, en daarna komt een ta, dan doe je idgham. Zoals de voorbeeld die we zagen in één woord. Basat, ta, hattu, enzovoort. Volgende. Wala mithalu litta'i fiddal, wala liddal. Fittai fil Quran al Karim. Juist. En waarom mist hier dus bij de tweede de letter ta en hier missen de andere letters? Waarom missen ze? Omdat de schrijver zegt er zijn geen voorbeelden hiervan in de Koran. Er komt nergens in de Koran voor een ta en daarna een dal. Bestaat niet. Een ta met sukoon dan en daarna een dal. En ook niet een dal met sukoon en daarna een ta. Bestaat niet. Ja? Volgende. والتائي والثائي يضغم والثاء يضغم في الذال. Oké, dus duidelijk. الثاء krijgt idgham في الذال. En dat gebeurt maar op één plek in de Koran. يلهث ذلك in سورة الأعراف. Ja. والذال يضغم في الضاء. Ja, die komt, hebben we ook gezien, meerdere plekken. اِظَّلَمُوا of اِظَّلَمْتُمْ enzovoort. والباء يدغم في الميم. Dit is ook op één plek. اركم معنا سورة هود. Ja. والقاف يدغم في الكاف. En dit gebeurt bij ألم نخلقكم. Hebben we net gezien. En?
واللام يدغم في الراء. اللام في الراء. And it خبرت helpful in the Quran. قل ربي and Allah سبحانه وتعالى replied. Whereby the lam and sukun heeft. And daarna de ra geen sukun. Ja? Dit is... En natuurlijk moet je aan dit rijtje toevoegen. Plus noon sakina wa tanween. Maar dat ken je al. Dus hier is noon sakina wa tanween niet genoemd. Snap je? Dit is ja. allemaal idgham en sagir. Waarbij de eerste letter sukun heeft. Tweede letter een haraka. En zo zie je, idgham en kabir komt gewoon bijna niet voor. Is niet belangrijk om te weten. Want dat is heel vanzelfsprekend. Het enige wat je moet weten van idgham en kabir. Enige is... Surat Yusuf, Malaka la ta'manna, waarbij je dus een extra beweging met je lippen doet. Ja? En daarvoor kun je gewoon de vorige les zien, waarin we dat extra hebben uitgelegd. Dat is het hoofdstuk van al-idgham. Idgham al-saghir wa kabir, naqis wa kamil, mutaqarib, mutajanis, mutamathil. Al die categorieën hebben we allemaal gezien. En het beste is, raad ik iedereen aan, als de informatie te veel wordt, maak er een samenvatting van. Maak er een tabel van. Categoriseer. Schrijf. Maak een overzicht. Zodat je in je hoofd weet van oké, zo ziet het eruit. En dat is allemaal theorie. Het is nog steeds niet genoeg. Wanneer is het genoeg? Wanneer je dit kan toepassen. Je moet dus Koran lezen. Het heeft geen zin om dit te leren en geen Koran te lezen. Het heeft helemaal geen zin. Want je leert dit om Koran te lezen. Correct te lezen. Dus doe dat. Oefen door de Koran te lezen. En als jij dingen tegenkomt, maak eigen oefeningen een soort van. Door als jij dingen tegenkomt in de Koran, dat je stopt, denk oké, ik heb dit gehad. Wat was dit ook alweer? En door middel van de eerste paar keer gaat het jou veel tijd kosten. Ja, de eerste keer denk je van oké, maar wat was dit? En dan verlies je 5 minuten terwijl je bezig bent met 1 letter uitzoeken waar dat bij hoorde. Maar je hebt het nodig om later heel vlot eroverheen te kunnen gaan. Later. Als je het vaak genoeg hebt gedaan, dan kun je heel snel lezen. En dan hoef je niet eens meer na te denken. Dan weet je gelijk wat het is. Maar natuurlijk, in het begin gaat het tijd kosten. En het gaat niet verloren, inshallah ta'ala. Ik hoop dat dit duidelijk is voor vandaag. We hebben hiermee het hoofdstuk van al-idgham afgesloten. En de volgende keer praten we over hamzat al-wasl, inshallah ta'ala. Heb je tot nu toe nog vragen? Nee, ik heb niet echt vragen. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Dan gaan we afsluiten en de volgende keer, inshallah, zullen we het vervolgen. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.